Je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcast-studio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Used Car Controller, Vinicles en tweedehands.be. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie De Online Automotive beter maken. En vandaag gaan we dat doen met Isai Laumen van Morgen. Internet uit Tilburg. Als ik het goed heb. Dat zeg je uh, goed. Super. En uh, Isai is hier vandaag in Ede om te praten over zijn uh, vijf stappen tot een uh, betere ja, online autobedrijf. Eigenlijk gaan we zo meteen over hebben. Maar Isai, eerst uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Graag gedaan. En kun je de mensen wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Zeker weten. Uh, nou goed, zoals je zei, uh, mijn naam is Isai. Ik uh, uh, ben zelf ook woonachtig in Tilburg. Uh, ik uh, woon daar met mijn vrouw en twee kinderen, derde is op komst. En ik ben zeven teken. jaar, dankjewel. Ik ben, uh, zeven jaar geleden ben ik, uh, ben ik begonnen met uh, Morgen Internet. Ja. Uh, waarbij wij websites maken voor de autobranche. En dat doen we met een hele duidelijke missie. Dat is om autobedrijven online weer voorop te laten lopen. Ja. Dat doen we met een team van, van vijf mensen. Ja. En we hebben, op dit moment hebben wij klanten in, in heel Nederland. Uh -huh. En we zijn nu ook druk bezig met, met België. En dat gaat, gaat hartstikke goed. Maar liepen we achter dan? Uh, nou, ja, nou, laat ik het zo zeggen, ik vind dat er, het kan altijd beter. Toen, uh, niet ja. alleen uh, binnen je eigen bedrijf, maar ook als je kijkt naar, naar een markt. En ik vond dat uh, op, op online vlak ja. uh, dat er nog heel veel ruimte was voor, uh, voor verbetering. Uh, Des te meer omdat uh, online erg belangrijk is voor de auto-bedrijven. En dan vond ik het zonde om te ja. zien dat daar uh, te weinig uit werd gehaald. Ja, maar wat voor een probleem heb je uh, op kunnen lossen in die zin van bijvoorbeeld: wat was je eerste klant? Wat heb je toen gedaan? Of heb je gewoon een aantal verticals bekeken, zoals de huizen, zoals de Fietsen van goh, waar zou ik een internetbureau kunnen beginnen? Um, we, zijn, uh, we zijn eigenlijk de uh, onder andere de autobranche gaan bekijken naar uh, ja, hoe zien, ziet een doorsnee-website eruit, um, en um, toen kwamen wij al vrij snel to, tot de conclusie dat. Um, Online belangrijk is, omdat mensen destijds ook al veel online zochten om een uh, om een auto te kopen. Mm -hmm. uh, maar dat de presentatie van het autobedrijf online ten opzichte van de realiteit, dat daar mm -hmm. een heel groot gat in zat, ja. um, en dat is voor het vertrouwen van uh, nou, de potentiële koper, yeah. uh, niet goed. Nee. En uh, uh, wij zagen daar kans om dat veel meer gelijk te trekken. Uh, waardoor de kans dat een, uh, een potentiële koper contact met je opneemt. omdat het vertrouwd aanvoelt online. Ja. Uh, een stuk groter is. Maar goed, nu zit je in de universele. Klopt. Voornamelijk. Er uh, zal wel een enkele verdwaalde Suzuki-dealer zijn. en Subaru-dealer. Dat zijn toch ja. wat kleinere dealerbedrijven. in plaats van de hele grote. die we nu uh, overal kennen, uiteraard. Nou kan ik me zo voorstellen, even heel zwart-wit. van een normaal. autobedrijf. Hè. En ik ben nu ook in het begin. weer een autobedrijfje aan het beginnen. naast de brommobielen. Doen een universeel autobriefje daarnaast. De vraag die ik mezelf stel is, heb ik überhaupt wel een website nodig? Uh -huh. Want namelijk, uh, als ik de auto's plaats op mijn website, dan kijkt niemand nooit naar die website, want niemand vindt hem. Uh -huh. Ik heb dus ook de marktplaatsen nodig van deze wereld om überhaupt tractie te krijgen. Mensen vertrouwen die platformen meer, blijven daar. Uh -huh. Waarom zou ik überhaupt in de website uh, investeren? Uh, nou, ik, zie, uh, uh, ik zie de website als een, als een aanvulling op uh, uh, je aanwezigheid op bijvoorbeeld marktplaats of autotrek auto Scout. Mm -hmm. um, Ik denk dat de website in veel gevallen, even uitgaande van de focus op de autoverkoop, yeah. dat het eerste contact niet via de website is, maar het eerste contact is via een portal zoals ja. Marktplaats. Nou. Um, en mensen zullen vaak in tweede instantie. Zullen ze, uh, want uh, ja, je weet ook, ze hebben vaak meerdere contactmomenten nodig om uiteindelijk de keuze te maken: ga ik dat autobedrijf bezoeken of niet? Ja, uh, en de website is daar één van. Mm -hmm. En uh, die dient, in mijn visie, vooral om het vertrouwen te winnen mm -hmm. van, een, uh, van een bezoeker. Uh, en om ofwel nog meer voertuiginformatie te vinden, ja. die niet te zien is op de, op de portals, of om uh, bedrijfsinformatie, dus achtergrondinformatie over het bedrijf, denk aan. Reviews, denk aan wanneer is het bedrijf begonnen. Yeah. Waar kom ik terecht als yeah. ik uh, anderhalf uur in de auto ga zitten om, nou ja. die, uh, om die te gaan bekijken. Uh, daar dient vooral een website voor. En uh, ja, hoe meer uh, boxes je zeg maar kan, uh, kan checken. Mm -hmm. Uh, hoe groter de kans dat een, uh, uh, dan een consument besluit om naar je toe te komen. En een website is daar één van. Ja. Nu hebben we um, een hele ontwikkeling meegemaakt de afgelopen 20, 25 jaar in websites. Hè. Ja. Ik had ooit, zeg maar, in, in. Wanneer was het? 97, denk ik. Een van de eerste automotive websites. die groter was dan vijf pagina's. Uh -huh. He, even, uh, ja. de, dat was toen als je zes pagina's had. Nou, dan, uh, <laughs> dan. was je het mannetje. Ja, dan was je het king. Uh, buiten de vdb paginas dan om, ja. zeg maar. Maar. Um, je hebt natuurlijk een hele ontwikkeling gemaakt nu met de mobiele website en dergelijke. Waar moet in jouw beleving een goede autowebsite aan voldoen voor een universeel autobedrijf? Met een, met een beperkt budget. He, wat laten we, he, als je alle budget hebt, ga je iets anders maken. Ja. Maar met de, met de budgetten die er zijn, waar, moet, waar moeten ze aan voldoen? Um, nou, laat ik het zo zeggen, dat kun je hangen onder uh, hoofdzakelijk twee, uh, twee dingen. Dat is uh, één. Uh, uh, vertrouwen winnen en twee is conversie. En hoe doe je dat? Dan kom ik gelijk even tot uh, het, het antwoord op je, op je vraag. Uh, professionele fotografie. Ja. Uh, dan heb ik het niet zozeer over de auto's fotograferen, maar puur over de, de, de sfeerfotografie op, ja. de, op de website. Om mensen op die manier een realistisch beeld te geven van, oké, okay, waar kom ik terecht als ik, uh, uh, als ik die auto kom, uh, kom bekijken. Uh, twee is uh, duidelijke. Uh, zoals we dat dan, ja, het is vakje ja, gewoon call to actions. Wat bedoel je ja. met call to actions? Uh, contactknoppen, contactmethodes op de website. Denk ja. aan bijvoorbeeld WhatsApp. Uh, denk aan een inroep voorstel. Denk aan een contactaanvraag. Maak het vooral niet te uitgebreid. Want nee, maar naar die vraag zou ik wel heen willen. Want ik zag, hè, we hebben net een, een website van jou bekeken, zeg ja. maar. Hè. Dan heb je de WhatsApp rechts onderin en je hebt drie call to actions in dezelfde kleur. Ja. Dus je hebt er niet eentje met een andere kleur waar het meest belangrijk is. Zeg maar. dat, dat lijkt mij vreemd. Mm -hmm. Maar goed, dat kan een keuze zijn. Maar waarom, drie, waarom niet één? Um, Want namelijk, uh, ja. Ja, uh, wij hebben een. Kijk, wij hebben in een, in een ontwikkelingstraject. Hebben wij v, uh, al te sterk adviserende rol. Maar het is altijd een beetje ook een middenweg vinden met, met de klant. Hè. Soms ja. willen klanten heel graag iets. En uh, ja, uiteindelijk, uh, ja goed, uh, zij beslissen dat. Dus gaan wij daarin mee. Ik zou nooit voor één call to action gaan, bijvoorbeeld. Omdat. Uh, je, je, hebt... bedoelt, je bedoelt, Amazon heeft het fout? Uh, nou, Amazon heeft die fout, maar dat, dat kun je niet <laughs> vergelijken met de, <laughs> de autobrijs. <laughs> Als daar auto's op worden verkocht, ga je ja. heel kritisch naar Amazon ja, kijken. Ja, okay. uh, alleen bij een autobrijs heb je altijd uh, te maken met twee vragen die een consument stelt. Eén is: uh, vraag één is, is die auto nog beschikbaar? Mm -hmm. Vraag twee is: ruil je, ook, ruil je mijn auto ook in? En wat is die dan waard? Ja. En wat is die ja, dan waard? Ja, ja. Uh, dus, uh, dus dan heb je automatisch eigenlijk al twee vragen waar je call-to-actions op zou kunnen bouwen een inruilvoorstel en een contactaanvraag uh, dus die twee moeten er sowieso in zitten en zo'n contactaanvraag ja die kan op verschillende manieren Dat kan via een formulier kan via WhatsApp kan bellen kan mailen maar dan, dan zeg maar van ik snap de reden, de redenering hè, die volg ja. ik volledig hè, van, van er zijn heel veel wegen die naar hetzelfde leiden. Ja. weet je wel er is niet één de manier er zijn heel veel goede manieren maar een van de betere manieren is dan wel om de belangrijkste call to action knop dan wel een andere kleur mee te geven wat niet de kleur is van de website waarom doe je dat dan niet um, het want, staat optisch minder ja hè? Het, nou ja, je geeft het antwoord eigenlijk min of meer al het is uh, uh, bij ons vaak een afweging tussen enerzijds uh, effectiviteit ja uh, en uh, maar ook het esthetische en uh, wij uh, laten de keuze vaak afhangen ook een beetje van het type autobedrijf. Dus uh, op het moment dat een autobedrijf bijvoorbeeld in het hogere segment zit met veel uh, unieke slash exclusieve auto's, uh, waarbij de concurrentie wat lager is, uh -huh. uh, dan denk, handelen wij meer vanuit de visie, als men die auto wil, dan gaan ze toch wel contact opnemen. Uh -huh. En komt het, niet, komt het minder nauw dat een knop bijvoorbeeld groen is in plaats uh -huh. van rood? Um, bij uh, autobedrijven die zich begeven, zeg maar, in de mainstream. Uh, daar vind ik het wel weer relevanter. Want daar zijn een hele hoop alternatieven. Dus we bekijken het echt per autobedrijf uh, apart. Mm -hmm. Hoe vaak heb je een andere kleur gebruikt? Uh, dat is een hele goede vraag. Niet zo uh, vaak. <laughs> nou, uh, niet zo vaak, wellicht als, 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 als uh, vanuit uh, marketeersoogpunt zou moeten. Laat ik ja. het zo zeggen. Nee, ja. nee, oké. Okay. Oké, okay. hey, um, nu, uh, nu vond ik het wel leuk. In het vorige gesprek had je het heel duidelijk over, nou ja, waar sta ik voor en dergelijke. En dan had je drie punten. Klopt. Hè, waar aan jullie werken. Kun je, kun je ons meenemen in die drie punten? Absoluut. Um, wij hebben uh, onze missie is eigenlijk uh, gebouwd om, uh, om uh, drie beloftes heen. Belofte 1 is een topwebsite. Ja, maar even wachten. Ja. Hè. Kijk, ik spreek heel veel ondernemers hè? Mm -hmm. en als ik vraag over de missie, dan blijft het heel lang stil. En ja. bij jou vind ik dat wel leuk. Jij, jij kent ze gewoon ook uitspreken, maar ook uitleggen. Dat vind ik mooi. Ja, we zijn er heel veel mee bezig. Ja. Uh, omdat ik, uh, ik vind dat het... Uh, uh, ja, je wil als, als bedrijf zijn, dan wil je allemaal dezelfde kant op, op bewegen. Ja. Uh, iedereen binnen het, binnen het team. En uh, ik denk dat de missie daar uh, best wel een belangrijke rol in speelt. Uh, en de, de drie. Beloftes die wij maken naar, ja, naar, naar beloftes, onze klanten. Ja, ja. Ja. Uh, dat is een uh, belofte één is een topwebsite. Ja. Uh, een topwebsite in de breedste zin van het woord, dus uh, qua uitstraling, qua gebruiksgemak, uh, qua, uh, qua presentatie, in principe qua alles. Dus het moet gewoon van voor tot achter moet het kloppen. Uh, belofte twee is uh, altijd onderhouden. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat mensen dat mensen zeg ik, dat klanten altijd ons kunnen bellen, mailen, WhatsAppen op het moment dat ze een. Onderhoudsvraag hebben, een wijziging willen. Ze kunnen het ook zelf, maar wij zijn altijd voor ze bereikbaar. Dus wij zijn uh -huh. meer een partner dan een, uh, een leverancier. Ja. De derde belofte is. Nou, is dat wel een containerverhaal? Hè? De... Iedereen wil een partner zijn, maar ja, dat de klopt. meeste zijn gewoon leverancier. Ja, daar heb, daar heb, je, ja. heb je gelijk in, maar uh, ik zal zo nog even heel kort toelichten waarom. Uh, ja, doe maar. waarom ik. Uh, kijk. Um, ik vind uh, bij een partner moet je je niet bezwaard voelen om contact op te nemen, omdat je daar mogelijk een factuur voor krijgt. Ja. Uh, veel bedrijven werken op uurbasis, daar is niks mis mee. Uh, alleen wij hebben bewust gekozen. Om... Exxon aan. Ja. Ja, <laughs> nou ja goed. Uh, en meerdere bedrijven met jou. Dus uh, vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om een vast bedrag in de maand af te spreken met ja. onze klanten. Van advocaat en de accountant kan ik het, nou ja, niet waarderen, maar accepteren. Ja. ja. <laughs> Ja, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, ja. Ja. Uh, en wij hebben tegen onze, tegen onze klanten en tegen ieder auto zeggen wij: Dit is het. Geen, geen aanbetaling, geen eenmalige mm -hmm. investering. Een vast bedrag in de maand, daar zit alles in. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat best wel een drempel wegneemt om, ja. uh, om contact op te nemen. Moeten te ze zelf met ons. de teksten aanleveren? Het enige, ja. Het enige wat, nou ja, uh, ja nee, het enige wat uh, niet inbegrepen zit in het maandbedrag dat is de fotografie. Um, en dat is, zijn de teksten. Alleen wij hebben uh, inmiddels wel de mogelijkheid om uh, zeg 80 van de website te vullen met teksten. Ja. Uh, A AI? Uh, AI. Onder andere. Ja. ja onder andere. Uh, en ja, die overige 20 is vaak het over ons verhaal. Dat is ja. toch wel vrij gevoelig ligt dat. Dus ja. Dat, uh, dat moet vaak wel. Je moet, moet opa gaan. niet vergeten misschien. Nee, nee. <laughs> nee, dat bedoel ik. Of de hond. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, en uh, de derde belofte, ja. dat is continu blijven vernieuwen. En continu blijven vernieuwen, dat is uh, voor ons misschien wel de belangrijkste. Uh, omdat er een hele hoop verandert op uh, online vlak, maar ook in de autobranche. Mm -hmm. En uh, uh, gedurende de samenwerking, uh, een autobedrijf die heeft een hele hoop aan zijn hoofd en wij. Uh, zorgen ervoor dat, uh, dat zij altijd bij blijven. Dus we hebben daar ook een aparte afdeling voor binnen ons bedrijf. Mm -hmm. Het is onze labafdeling. afdeling En daar ontwikkelen wij zelf producten in. Uh, die, we, uh, die we uitsluitend aan onze eigen klanten aanbieden. En die producten zijn er puur op gericht om de website beter te laten renderen. Mm -hmm. Steeds meer collega's gebruiken used car controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot de beste in je vak. De Vinicles, de leverancier van ondersteunende diensten voor de automotive. Denk hierbij aan garage- en fleet management systemen, RDW-diensten, Occasion Remarketing, voertuigdata en import- en exportdienstverlening. Je online leads opvolgen binnen 30 seconden. Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Maar goed, als je het dan hebt over kennis. Ja. Of over partner zijn en dergelijke. Het is net 1 juli geweest. Ja. Dus we hebben net de transitie gehad van Universal naar Google Analytics 4. Ja. Ook al zie ik nog steeds data in Google Universal binnenlopen. Maar mm -hmm. goed, hun zeiden dat dat niet meer zou gebeuren. Maar goed, hè? <laughs> uh, het schijnt nu afgelopen te zijn. Uh, hoe heb je die transitie met ze meegemaakt? Heb je webinars gedaan? Of ga je dat nog doen? Of heb je voor iedereen een Google Analytics 4 account aangemaakt met een basis set regels? Of hoe hebben jullie zeg maar jullie, jullie klanten, jullie hebben een paar honderd al, ja. uh, da daarin meegenomen? Uh, eigenlijk dat laatste wat je zegt. Dus we hebben, uh, we zijn uh, al best een tijd geleden zijn we begonnen om uh, al onze klanten die, kijk eigenlijk, je moet het zo zien uh, het moment waarop Google Analytics 4 beschikbaar werd. Ja. Uh, hebben we vanaf dat moment iedere nieuwe website uiteraard in Google Analytics 4 hebben die opgeleverd. Ja. Dus die waren al gewoon geregeld, klaar. Zonder Universal. Gelijk naar Google gelijk Analytics 4. Naar Google Analytics 4 oh, ja. Ja. Uh, maar goed, we hebben ook te maken met een, een, een set met klanten die, Zeker. Uh, die dus wel gebruik maakten van Universal. En die hebben wij eigenlijk al een paar maanden geleden mee begonnen om die langzaam brand uh, om te zetten. Mm -hmm. uh, ja, waardoor we eigenlijk ruim op tijd waren voor de deadline om dat te doen. Ja. En hoe uh, heb je ze meegenomen dan? Ja, goede vraag. Uh, wij, nou wat we eigenlijk doen, en dat is onderdeel van onze samenwerking. Uh, ze krijgen van ons uh, als ze dat willen, uh, maandelijks een rapport. Ja. Waarin, uh, en dat rapport maken wij. Hè, dus wij, ja, ik hoef jou niet te vertellen dat er enorm veel informatie in analytics staat. Alleen, er is vaak maar een heel klein gedeelte wat het autobedrijf echt wil weten. Uh, over het algemeen dan. Uh, dus ze ontvangen van ons die rapporten. En de leesbaarheid is in principe hetzelfde als, uh, als bij Universal. Tweede is dat we tijdens uh, onderdeel van onze samenwerking... Zodat ze, dat we uh, in ieder geval jaarlijks contact hebben met klanten. Dus of we gaan langs of we hebben een, een telefonische afspraak. En in die afspraak nemen we Analytics altijd door. Dat wil zeggen... Dus dat, dat maar één keer per jaar dan? Uh, hangt er vanaf. Het is in principe wel... We, hebben gewoon, we trekken daar... Eén lijn in, mm -hmm. maar als een klant zegt van ja, ik wil je vaker zien, ik wil je vaker spreken, dan is dat geen probleem. Nee. Maar We hebben in principe een standaard flow daarin, ja. uh, daarin bedacht. Uh, en dan bespreekt dat één op één en dat moment gebruiken we ook om het, uh, om het de klant toe te lichten. En misschien een rare vraag hoor, maar de autobedrijven de hebben zelf ook toegang tot Google Analytics via. Uh, Want hoe raar het ook is bij sommige website providers heb je dat dus niet. Ze hebben zeker zelf toegang, uh, maar. Uh, en misschien de, klinkt dat raar voor je, maar een hele hoop autobedrijven zijn daar niet zo heel veel mee bezig. Nee, dat weet ik. Nee, 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 ja. nee maar dat is ook. Dat is zeg maar als, als ze data gedreven zouden zijn, dan zou het minder werk hebben. Ja, ja. Uh, snap ik ja. Nee, in die zin, met, met marketing of met litervolging of met heel veel andere dingen. Het staat vaak in de data. Klopt. Alleen de data omzetten naar praktisch, naar pragmaticus, naar, naar pragmatische dingen is gewoon wat lastig. Vooral ook als je een sleutel in de hand hebt, een vrijwaring in de hand hebt, je moet onder de brug staan. Ja, je kunt van zoveel markten thuis zijn, maar misschien is dit een markt dan te ver weg en dan komen wij dan. Ja, ja, nou ja goed, sowieso, maar ik weet niet of je net doelde op het autobedrijf of op ons. Maar het autobedrijf... Nee, niet... nee. Het, het, het autobedrijf kan zo... Het kan niet overal specialistisch nee, in zijn. Nee, helemaal mee eens. Maar nee. dat is het hele verhaal. Ja. Dat, en ik snap het ook heel goed. En ik denk ook uh, dat dat juist is waarom wij die rol innemen als we het contact hebben met het autobedrijf. Om de data niet alleen toe te lichten, uh, maar ook uh, te kijken wat kunnen we er op de website mee doen om, uh, 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 om er meer uit te halen. Ja. Nou, um, heb ik net een website van je gezien. Ja. Hè? Ik heb hem ook even op SEO. Nou, ben ik geen SEO-specialist, uh -huh. maar ik, ik weet wel zeg maar, hoe ik op mijn eigen website gevonden kan worden op de zoektermen waarop ik gevonden ja. wil worden. En dat is gewoon basisdingen, gewoon ja. goed voor elkaar hebben. Dat zag er bij jou goed uit, in tegenstelling tot wat concurrenten van jou, die toch zeg maar, al bij de titels eigenlijk al. Ja, die zetten de home neer. Mm. Of occasions. En ja, dan vraag je. ik altijd: ja, occasions of coolkast occasions. Wat voor occasions bedoel je dan? Ja. He, het kan van alles zijn. He, dat, dat zag er bij jou gewoon allemaal keurig uit. Um, chapeau daarvoor. Maar dan kan ik me ook ja. voorstellen dat je daar als autobedrijf, nou wat zal het zijn, 4.500 500 euro in de maand voor betaalt. Als maandabonnement. Uh, nee. <laughs> dat, uh, dat ligt, uh, dat ligt uh, lager. Uh, Gemiddeld betalen autobedrijven ons... Je moet het zo zien, we hebben, we hebben twee pakketten. Uh, we hebben een maatwerkpakket en we mm -hmm. hebben een light pakket. Uh, light pakket is, uh, nou ja, je zal het al wel raden, is geen maatwerk. Nee. Uh, en beide pakketten zijn opgebouwd uit uh, twee onderdelen. Eén is de website... En anderzijds is de hosting. Ja. Uh, de website bij uh, een maatwerkpakket zit op uh, om en nabij 140 euro per maand. Mm -hmm. uh, de website bij Light zit op ongeveer 75 euro per maand. En de hosting komt daar nog bij. En die hosting die bestaat uit nou, domeinbeheer, hosting, ja. maar ook de voorraadkoppeling, Veiligheidscertificaat, eventueel mailboxen. Uh, en dat is ongeveer vier tientjes in de maat. En dat is voor beide precies hetzelfde. Ja. Dus, uh, en daar zit ook ja, het hele verhaal van, uh, van SEO bij. Ja. kijk, want doen wij het dan niet verkeerd? Oftewel. Um, voeden wij de, 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 de dealers, de autobedrijven, niet verkeerd op om dat soort dingen zo goedkoop te maken. Terwijl ze, bij wijze van spreken, de huur van het pand betalen 4, 5, 6 duizend euro. Wat ze heel normaal vinden. Ja. Terwijl de, de andere bestemming wat ze hebben, hè, dat is de offline bestemming. De ja. andere bestemming, de online bestemming. Nou ja. 200 euro kan al te veel zijn. Mm -hmm. hè, terwijl ja. het eigenlijk de bestemming is die ze, nou ja, hè, ja, moeten voeden. Ja, ik snap heel goed wat je, wat je zegt. Uh, en wat voor ontwikkeling kun je krijgen voor 175 euro? Ik noem maar wat. Ja, ja nou goed, ik denk, ik denk dat het een... Uh, uh, dat, het, dat het twee kanten heeft. Eén is, uh, wij hebben in het begin een hele lange adem moeten hebben, want ik denk ja. dat, dat een hoop... Uh, uh, een hoop bedrijven dit niet kunnen, zeker niet als je al een paar mensen in, in dienst hebt. Uh, dan moet je toch je cashflow moet je, moet je zien te zien te behouden. En ja, begin je in één keer met 150 euro in de maand gemiddeld voor een site, mm -hmm. dan, uh, dan gaat dat niet heel snel. Maar wat voor ons het allerbelangrijkste is, uh, is uh, dat een klant, uh, dat we een samenwerking zo lang mogelijk met elkaar kunnen voeren. En op het moment dat je dat doet met een maandbedrag, wat best nijpend is. Um, dan, uh, dan, is, dan voelt dat niet gezond aan. Nee. En wij hebben er juist baat bij. Ook vanwege de missie. Om autobedrijven weer voorop te laten lopen. Dat is niet iets wat je. Uh, in een half jaar doet. Dat is een continu proces. Uh, je ja, hebt eigenlijk heel bewust gekozen voor een vrij laagdrempelig. Of een, een vrij toegankelijke prijsstelling. Ja. Ja, toegankelijk, al, zijn daar, ja, toegankelijk. al zijn daar de meningen wel over verdeeld. He, dus het is maar net ook waar. En zij dat te verdedig vinden. Uh, of te duur. Ja. Dus, uh, dus Nee, maar dat... Te duur vinden is echt een, een kwestie van opvoeding, vind ik, zeg maar vanuit de hele brand zeg maar van, van je kunt niks verwachten voor 1500 honderd euro in in maand, in, in, in het jaar, mm -hmm. weet je wel. Ja. Uh, een, een, een programmeur of een engineer, zoals je tegenwoordig moet noemen, gaat er zijn bed nog niet vooruit. Ja. He, uh, ze moeten wel beseffen dat ze met high-end mensen te maken hebben die overal goud geld kunnen verdienen. Ja, absoluut. He, ja, ja, ja zeker weten. Ja, helemaal mee eens. Dat ja. klopt. Is zo. Aan de andere kant, wij kwamen met elkaar in contact omdat je op LinkedIn volgens mij een white paper zet over het online autobedrijf. Nou, daar ben ik altijd getrikkerd <laughs> ja, wat, wat weet ik nog niet, weet ja. je wel. En dan en dan ik krijg van jou een heel mooi e-boekje. Met vijf tips. En jij zei van tevoren, ja, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Dus toen zei ik, ja, een bepaal, bepaal ik zelf wel. Dat klopt. Maar, maar goed, even een paar punten. Je hebt er vijf punten uitgehaald. Ja. WhatsApp business. Ja. Even kort. Uh, ja, WhatsApp business is uh, nou ja, klinkt als niks nieuws. Uh, is het ook niet. Alleen, het wordt nog te vaak niet ingezet door een autobedrijf. Uh, heel kort gezegd, uh, WhatsApp wordt wel vaak gebruikt. Alleen uh, je merkt dat. Uh, ook de, 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 de ondernemer zelf soms wel eens moe wordt... van het feit dat hij tot s'avonds laat wordt gebeld. Gehabd, ja. uh, potentiële klanten hebben meteen het, het, het privé-nummer van die, van die persoon. En wat zijn business zorgt er eigenlijk voor dat je dat kan scheiden. Mm -hmm. uh, dat je het niet alleen in een appje kan scheiden... maar eventueel als je een vaste, vaste lijn hebt of een apart 06-nummer... dat die appjes ook gewoon apart binnenkomen. Plus... Uh, het staat een stukje professioneler, want je kan je profiel helemaal inrichten op je, op je autobedrijf met ja. netjes je website uh, URL erbij. Je kan automatisch antwoorden instellen. Hè. Dat voorkomt dus juist dat mensen je s'avonds nog gaan bellen, want op het moment dat ze dan om acht uur s'avonds een, een WhatsAppje sturen, krijgen ze netjes een automatisch antwoord terug, dat er de volgende werkdag op wordt, op wordt gereageerd. Uh, uh, dus het is enerzijds een stukje uh, uitstraling, wat, je, wat het autobedrijf uh, ja. uh, uh, biedt op die manier. Uh, maar ook een klein beetje rust uh, in de in de uren dat het uh, dat de zaak gesloten is. Ja. Onderdelen shop. Ja, uh, onderdelen shop. Um, en wij, uh, wij merken dat er uh, dat er best wel wat, uh, wat klanten van ons zijn die, uh, uh, goed, die hebben een prachtig autobedrijf, maar uh, veel doodkapitaal. Mm -hmm. En met doodkapitaal bedoel ik uh, onderdelen. Het kunnen banden zijn, uh, kunnen accessoires zijn. Uh, waar ze niks mee doen. Die liggen gewoon in de opslag en uh, zijn al betaald. Maar ja, mm -hmm. that's it. Um, en die onderdelen shop, die, uh, uh, die zorgt er eigenlijk voor. Dat is dan in samenwerking met, uh, uh, met Eurostox. Die zorgt er eigenlijk voor dat uh, die onderdelen in no time. Online kunnen komen te staan. Mm -hmm. uh, en wat je er uiteindelijk mee kan doen, uh, dat, dat doen we nu nog niet, maar dat is wel het, het, het doel ervan. Je kan die onderdelen ook koppelen aan voertuigen. Dat wil zeggen dat op het moment dat een bezoeker op je site komt, ziet daar een, uh, een, een, een Mercedes staan, mm -hmm. uh, dat je gelijk onder die Mercedes de onderdelen kan laten zien als zijnde. Die vaak kapot gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> bijvoorbeeld ja, <laughs> ja dat is ja. sowieso geen deal nee uh, uh, maar als een soort upsell aan kan, uh, aan kan bieden ja. um, en, uh, maar dan moet het eigenlijk als zware zijn in plaats van onderdelen uh, ja in dat geval ja, wel in ja, dat ja. geval wel ja. ja ja maar het is op zich. zoals een, een ander bumpetje of zo ja, ja, bumbetje, ja, nou, ja. Ik, ik ben er ook in getrapt. ja oké ja. ja, ja, <laughs> ja, oké okay. okay, en als laatste de Google reviews ja uh, de Google reviews die uh, uh, kijk, een, 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 wat ik al eerder in het gesprek zei, één doel, doel van de website is het vertrouwen winnen van een, uh, van een bezoeker. Mm -hmm. uh, en een manier om dat te doen is uh, het tonen van reviews op je website. Yeah. Uh, nou, Google Reviews wordt door de meeste mensen gezien als een, uh, als een betrouwbaar iets. Hè? Ik bedoel, je hebt een Google account nodig, er uh, staat soms zelfs een klein fotootje staat er, staat erbij. Maar het jammere is dat uh, bij veel autobedrijven de Google Reviews in... Je Google mijn bedrijfspagina yeah. staan. Yeah. Uh, maar je ziet er niks terug van op de website. En nee. als je het terug ziet, dan is het vaak statisch. Ze dus zijn er één keer ingezet. Ja. Vervolgens zijn er al 100 reviews bijgekomen. Nee. En nog steeds zijn die eerste tiener. Uh, uh, maar er is dus ook een mogelijkheid om dat uh, geautomatiseerd op je website te laten zien. Dus daar komen daar de Google Reviews komen daar uh -huh. komen netjes voorbij. En dan zorgt toch weer voor een stukje, een stukje vertrouwen. Weer plus één, zeg maar, om uiteindelijk die, die koper ja. te verleiden. En het mooie is, als je dan een slechte review hebt, dat je dan ook weer meer genegen bent om achter je normale, fijne, goede klant aan te gaan om een review te vragen. Zeker, zeker. Want de klager ik. vindt zijn weg wel. Maar, ja. Uh, ja, klopt, klopt. Maar degenen die tevreden zijn, die doen er vaak niks mee. Nee, die vinden het ook, laat ik eerlijk zijn, die vindt het ook normaal. Ja, hè? In ja. die zin, die vinden het niks aparts in die zin. Nee. Je moet erom vragen om, om, om een goede beoordeling van goh, klant X, hè, zou je mij kunnen helpen? Nou, die zeggen altijd, ja, dat zou, zou je voor mij een, een beoordeling willen schrijven op, op Google Reviews, over de service, over de remmen, whatever. Klopt. Uh, zodat ik meer mensen kan overtuigen om met mij zaken te gaan doen. Zou je dat willen doen? Zo, en, dan moet, ja. en dan moet je tien mensen vragen en één doet het. Ja, ja klopt. En, en je merkt toch wel dat, dat veel autobedrijven zich toch nog enigszins bezwaard voelen om het te vragen. Ja. Dan is het toch, ja, ja, ja. moet ik daar echt ja. aan doen? Ja, maar de ja. klagen voelt zich niet bezwaard, ja. hoor. Oh, nee, nee, nee. He? Die vindt zijn weg wel, ja. ja daarom. Klopt. Daarom. Laatste vraag. Um, uh, en Isai, Isaia, ja, ja. Zeker, ja. nog ja. steeds. Um, als er nou autobedrijven zijn, uh, kleinere dealers, uh, voornamelijk uh, autobedrijven universele, en er zijn er natuurlijk duizenden van, hè, Die zeggen: goh, ik wil toch eens een, keer een, een kennismaking met jullie, wat jullie voor ons zouden kunnen doen. Hoe komen ze dan met jullie in contact? Uh, dat kan op verschillende manieren, uh, maar dat uh, telefonisch uh -huh. uh, via uh, 013 303. 0019 ja. uh, of het kan via het e-mailadres uh, advies apenstaartje morgeninternet.nl ja. uh, maar ze kunnen mij ook uh, eventueel via via linkedin kunnen ze mij ja. uh, kunnen ze mij benaderen ben je beschikbaar uh, ja ben ik ben ik gewoon beschikbaar dus uh, als je googelt op morgen internet zijn er een hele hoop uh, manieren om contact met ons, ja, met ons op te nemen. het was me waar genoegen oprecht wederzijds dat uh, je wel dat ik hier mocht zijn dat je hier was uh, volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast maar met dezelfde missie samen de online automotive beter maken. Dank u wel. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Paul de Vries met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, SoundCloud of iTunes. En deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW-podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners. Marktplaats, Goldrip, Carmen Automotive BDC, Used Car Controller, Vinnacles en tweedehands.be